Bij het portier aan de linkerzijde bevindt u de bediening voor de spiegels en de elektrische ramen. Links naast de stuurkolom vindt u de bediening voor de mistlampen en de hoogteverstelling van de koplampen. Met een moodknop bedient u de boordcomputer. Deze camper is voorzien van 6 versnellingen. Houd de knop SCR ingedrukt om de radio in te schakelen. Druk nogmaals op deze knop om de tuner te selecteren. Om de radio uit te schakelen houdt u de SCR-knop ingedrukt. Door middel van het knopje rechts onderin in te drukken kunt u het radiofrontje verwijderen, dit om diefstal te voorkomen. Met het bedieningspaneel in het midden van de cabine bedient u de klimaatregeling. U vindt hier de snelontwaseming, de luchtcirculatie binnenlucht of buitenlucht, de knop voor het inschakelen van de airco, het instellen van de ventilatorsnelheid zachter of harder, de knoppen voor de luchtverdeling en de knop om de airco op de automatische stand te zetten. Op het paneel eronder vinden we de achteruitverwarming. Deze is bij de camper niet geactiveerd. De deurvergrendeling en het alarmlicht. De Hill Descent Control is om het voertuig tijdens de afdaling op een constante snelheid te houden. Het Traction Plus systeem kunt u inschakelen om op glibberige ondergrond beter weg te komen. Hier vindt u de sigarettenaansteker. Echter, er mag niet gerookt worden in de camper. Maar u kunt deze aansluiting wel gebruiken voor een 12 volt apparaat. Daarnaast vindt u nog een tweede aansluiting voor een 12 volt apparaat. Boven de binnenspiegel bevinden zich 2 kaartleeslampjes. Aan de passagierszijde vindt u 2 opbergvakken. 1 aan de bovenzijde van het dashboard en 1 aan de onderzijde. Onder de bestuurdersstoel bevinden zich de zekeringen van het autogedeelte.